Hallo Ali hier op je beeldscherm bij Punch Out Battles. Mijn schouder is uit te komen. Demo's knie is net kapot, dus ik doe ze even allebei. Shit is kloten. Shit is super kloten. Killer Krop, hoe ging het? Ja, die battle was nice, man. Dit is echt eindelijk een battle die ik gewoon leuk ga vinden om terug te kijken, weet je wel. Want het was vuur van beide kanten. Hij kwam echt met vette shit. Ik vond dat ik zelf met hele vette shit kwam. Ik zeg je eerlijk, dit was veruit, maar dan ook veruit de beste Killer Krop van dit seizoen. Ja? Ja, thanks, man. Ben je daarmee? Ben ik zeker mee eens. Ik zat ook echt nou... Weet je, het komt ook omdat ik in een pitvorm zit. Maar als ik iedereen om me heen zie staan, dan ben ik niet bezig met de crowd. En dan... ja, man, dit voelt goed, man. Dus dit is ook gewoon de juiste setting voor een battle ook? Ja, man, dit is het beste voor een battle. Hier krijgt de crowd krijgt de meeste feeling bij. Weet je wel, kijk, de MC's gaan zich niet druk maken waar de crowd staat, links of rechts. Ze staan gewoon om je heen, dus die performance gaat natuurlijker dan. Dus, maar ja, ik ben echt super tevreden, man. De volgende battle, mocht je winnen, is tegen Taser of Fiction. Hoe ziet die kwartfinale eruit? Is het Killer Krop of Jeeves allereerst? Ik vind het, ik denk dat het echt voor de jury zelfs heel moeilijk gaat zijn, weet je wel. Want Jeeves was, was grappiger. Ik was over het algemeen, vond ik harder. Het was gewoon heel, ik weet niet, ik kan er niks op zeggen, man. Waar ik het meest blij van ben, is dat het gewoon een vette battle is voor de fans en dat mensen het dope gaan vinden. Ik weet niet wat de fuck je hebt gedaan in je voorbereiding, maar houd dit vast, man. Deze Killer Krop is dope. Yes? Is goed, man. Rustig, hè. Punch Out. Hallo Ali hier op je beeldscherm, Punch Out Battles, achtste finale. Jeez, welcome back, man. Hoe ging het? Ja, ging wel lekker. Ja, kijk, dit is wat er gebeurt. Mensen vergeten vaak van, ja, ik ben niet de beste, maar ik battle elk event. En ik heb nu de tijd gehad, je ziet wat er dan gebeurt. En ja, we zitten weer anderhalve maand, twee maandjes tussen het volgende event. Dus de volgende ronde gaat nog harder. Dit was voor mij gevoel misschien wel de beste Killer Krop die ik heb gezien dit seizoen. Wat zijn je waardige tegenstander vandaag? Ja, man, ja, maar die stralingservaring, ik moest me nog inhouden, want anders geef ik hem te veel credit op mij. Ik ging bijna een stuk omhoog, man. Die man was fijn. Eventuele volgende ronde, we weten nog niet wie heeft gewonnen, maar dat is Fiction of Taser, wie hoop je? Nou ja, ik hoop Fiction, omdat anders wordt het mijn derde battle tegen Taser in een jaar. Aan de ene kant wel leuk, schrijf van geschiedenis, de eerste die, ja, de tweede remix, dus een derde battle in een jaar. Maar Fiction is dope, want mijn Belgische impression. Al is dat de shot geworden, mijn vrouw te kennen. Een paar chatonnetjes om mijn pintje te halen, dat is zalig. Nice, tof dat je terug bent, man. Ga je goed, man.